Podcast vol met de laatste juridische ontwikkelingen. Vandaag praat ik met Maurits Fournier, een advocaat die gespecialiseerd is in legal design. Maurits vertelt je wat legal design is en hoe het jou als jurist kan helpen. Maar voordat we naar Maurits luisteren, eerst nog dit: We hebben bij About Law jouw hulp nodig. We maken deze gratis podcast om zoveel mogelijk mensen te bereiken en dat kan alleen als jij ons helpt. Dus als je op LinkedIn zit, ga naar onze LinkedIn pagina en like of deel onze berichten. Dankjewel. Maurits, we gaan het vandaag hebben over legal design. Maar voordat we daarover gaan praten, misschien is het aardig als je jezelf even introduceert. Hè? Waar werk je en wat doe je en wie ben je? Ja, um, ik, ik ben uh, Maurits Fournier. Uh, ik ben advocaat en uh, vormgever. En ik, uh, ik hou mij bezig met het uh, combineren van uh, de juridische praktijk met, uh, met grafische vormgeving. En ik, uh, ik help daarbij uh, bijvoorbeeld andere advocaten of bedrijfsjuristen uh, om, uh, om hun juridische werkzaamheden uh, ja, visueel te maken. De term die ik vaak voorbij ook hoor met tegenwoordig is legal design. Is dat een goede beschrijving voor wat jij doet? Ja, dat wordt legal design genoemd. Je bent daarvoor ook een gespecialiseerd advocaatkantoor begonnen. Ja, dat klopt. Ik, uh, ik ben begonnen bij een, uh, een advocaatkantoor uh, aan de Zuid als in de procespraktijk en daar, uh, nou ja, aan de, aan de lijve ondervonden hoeveel uh, complexiteit er uh, moet worden overgedragen, zeg maar, overgebracht aan uh, cliënten, kantoorgenoten, uh, rechters, niet in de laatste plaats. En ik ben um, toen eigenlijk gaandeweg gaan experimenteren met het gebruik van beeld en, en hoe beeld kan helpen om uh, ingewikkelde juridische onderwerpen uh, uit te leggen. En dat is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. En uh, sinds uh, twee jaar uh, ben ik uh, dat gaan doen uh, voor mezelf, zeg maar. Uh, en hebben we een, uh, ja, een bedrijf opgezet waar we dus advocaten en, en grafisch vormgevers samen zetten onder één dak. Uh, en proberen we juridische problemen op te lossen. Niet alleen maar vanuit de uh, juridische bril of de advocatuurlijke bril. Maar proberen we ook de expertise van, van vormgevers daarbij te betrekken. Die, die kijken heel erg anders naar, naar de wereld en naar, naar problemen. En dan, ja, dan maken we een team van deze twee disciplines om. Uh, 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 Juridische problemen op te lossen. Ik, ik heb om eerlijk te zijn een beetje getwijfeld of ik je zou uitnodigen op de podcast. En dat lag eigenlijk aan het volgende. Dus een podcast is natuurlijk alleen maar geluid. En, en uh, legal design gaat nou juist niet over geluid, denk ik. Maar juist over uh, grafische vormgeving. Is, valt er eigenlijk wel een goede podcast te maken over legal design? Ja, dat is eigenlijk wel een leuke vraag. Um, ik, ik denk het zeker wel. Um, paar, een paar gedachten. Uh, design. Is veel meer dan uh, beeld alleen. Uh, die ont ontwerp is eigenlijk overal om je heen. De manier hoe een deur klinkt eruit, ziet, daar hebben mensen over nagedacht. Uh, het geluidje wat je hoort als je een uh, WhatsApp-berichtje krijgt, daar, daar, hebben, daar is eindeloos over uh, gebakkeleid. Zeg maar. Dus uh, design is een heel, heel breed begrip. Um, en ook wij uh, maken gebruik van, uh, van dat soort dingen. Laatst hebben we voor een, een onderwijsinstelling. Hebben uh, we filmpjes gemaakt waarin we uh, goederenrechtelijke rechtelijke onderwerpen uitleggen? En daar hebben we ook uh, uh, veel nagedacht over de stem die, uh, die de voice-over inspreekt en, en uh, uh, of dat goed aansluit bij de doelgroep en bij het onderwerp. Uh, en daarnaast is het zo dat je denk ik prima kan praten over een onderwerp. We, we kunnen ook een, een goed gesprek over voetbal hebben. Zonder dat we op het voetbalveld staan. Ja, dat denk ik ook. Nou, laten we het gewoon proberen. W wanneer kwam je er voor het eerst achter dat vormgeving je kan helpen als advocaat of in je praktijk? Ja, Eigenlijk was dat tijdens de studententijd uh, al. Um, al wel. Ik uh, nou, voornamelijk volgde een vak insolventierecht en dat ging heel erg over. Uh, de de rangorde-regeling bij, bij, bij een faillissement... en uh, wie, wie krijgt er eerst betaald... en de fiscus en uh, de, de banken en zo. Dat, dat onderwerp super uh, uh, ingewikkeld. Maar ook tegelijkertijd heel schematisch uh, weer te geven. En door het studieboek te lezen... Uh, kan je wel de informatie tot je nemen. Maar ik merkte gewoon dat als ik uh, die rangorde-regeling uittekende op grote vellen papier die ik gewoon in mijn, uh, aan de muren hing, dat ik het veel, veel beter uh, snapte en ook veel beter onthield. En vervolgens uh, tijdens het tentamen kon ik vrij makkelijk verzinnen van oh ja, wacht even, uh, de banken die gaan eerst, want uh, dit en, en dat, weet je wel. Dus daar is eigenlijk de kiem denk ik wel gelegd. En vervolgens, uh, toen, toen ben ik in de advocatuur begonnen, um, ja, speelde eigenlijk hetzelfde fenomeen, uh, kreeg je ook te maken met enorme hoeveelheden uh, informatie zeg, die je als, als beginnende advocaat allemaal moet ordenen uh, en dan uh, vervolgens uh, naar, de, naar de meer senior advocaten moet gaan met oké, okay, volgens mij uh, is dit het verhaal, uh, wat zullen we gaan doen? Uh, en, en daar helpt ook gewoon het enorm bij om, uh, om, het, uh, om het voor jezelf op een rij te zetten uh, in, uh, in een visuele vorm. Dat is, dat is vervolgens geëvolueerd, eigenlijk, tot niet alleen maar voor jezelf het op een rijtje zetten, om het goed te kunnen onthouden. Maar ja, ik dacht eigenlijk, als het voor mij helpt, dan zou het ook voor, voor iemand anders ook kunnen helpen. Dan zou het ook voor de rechter wel eens kunnen helpen. Dus het zou, het zou zonde zijn als we de rechter niet, uh, niet ook uh, aan de hand van een, een schema uh, vertellen waarom uh, uh, we gelijk hebben. En, en zo, zo is dat gebeurd. En dat is eigenlijk een toenemende mate. Uh, zijn we gewoon gaan experimenteren? Goh, hoe reageren cliënten er eigenlijk op? Wat vinden rechters er eigenlijk van? Uh, hoe, hoe, hoe is die samenwerking eigenlijk tussen ontwerpers en advocaten? Uh, ik, ik denk dat het een, een, een goede uh, tool kan zijn in de toolkit van de moderne advocaat. Uh, om uh, om, ja, om op, toch op een andere manier te praten uh, met, met zijn cliënt. Werkt het voor iedereen ook in gelijke mate? Ik, ik kan me voorstellen dat sommige mensen ook visueler zijn ingesteld hè, dan anderen. En veel advocaten zijn eenmaal volgens mij veel met tekst bezig. Merk jij dat de ene advocaat er beter op reageert dan de andere? Of is het bij iedereen wel een, een soort, soort verhelderend effect dat je ermee bereikt? Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik, ik denk dat uh, het enorm uitmaakt uh, welke visuele toon je aanslaat. Um, als je in een hele. Serieuze uh, uh, kwestie bent verwikkeld geraakt uh, met grote belangen en, en, uh, en, en, en grote partijen, noem maar op, um, dan verwachten mensen een bepaalde uh, beeldtaal. Uh, en als je dan met al te vrolijke poppetjes aankomt zetten met, uh, met smileys en noem maar op, dan, dan um, uh, denk ik dat dat minder snel goed landt uh, bij die specifieke mensen. Uh, uh, dus dan zou mijn. Uh, idee zijn om ook de uh, de beeldtaal die je gebruikt strakker te laten zijn uh, zodat uh, het opgaat in het geheel van uh, van, de, van het van processtuk of van de brief uh, waar waar die visual dan in komt uh, in sommige sommige situaties is het uh, uh, is de doelgroep uh, misschien niet een juridische expert uh, maar meer een uh, een, een, een consument van, van tussen de 18 en de 25, ik zeg maar wat, voor een bepaald product. En dan kan je natuurlijk, als je iets juridisch wil uitleggen, een heel, een heel andere uh, beeldtaal gebruiken, um, uh, die daar beter bij, bij aansluit. Ja, ja, precies. De... Uh, uh, het blijft natuurlijk allemaal wat, wat abstract. Hè? Misschien is het wel aardig om wat, wat praktijkvoorbeelden te geven van legal design. Misschien dat het dan wat concreter wordt. Um, ja, goeie. Uh, zou je eens een paar voorbeelden kunnen uh, verzinnen over van, van legal design? En, en bijvoorbeeld hè, in, in, in overeenkomsten of procedures van juridisch advies, ho ho hoe kan je daar legal design in verwerken? Uh, ja, een. Uh, um, 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 Zaak die, of een project dat collega's van mij uh, hebben gedaan in, uh, in Helsinki in Finland. Dat vind ik altijd erg tot de verbeelding spreken. Hun, hun klant was een, uh, een Frans modemerk. En uh, op, op die nou, een hele mooie stijl, mooie website. Waarbij het juridische deel over de privacy policy werd zeg maar, de klant met, uh, in hoofdletters toegeschreeuwd. Over wat er allemaal wel en niet zou gebeuren met de data. Um, en nou, dat, dat past natuurlijk totaal niet bij de, de rest van, uh, van de communicatie van dat bedrijf. Dus wat hebben die legal designers uh, daar gedaan? Die hebben uh, die, die privacy policy helemaal uh, uh, van grond af aan opnieuw opgebouwd uh, en dat helemaal gedaan in de stijl en de look and feel van dat modemerk. Uh, en, en heel erg nagedacht van: oké, okay, wie komen er op deze website? Wie, wie gaan dit lezen? Uh, en hoe kunnen die me mensen het beste benaderen? Dus in plaats van dat je een document maakt dat eigenlijk niet bedoeld is om gelezen te worden, heel erg uh, jezelf de vraag stellen: hoe, hoe kunnen we dit anders doen? Uh, en hoe kunnen de mensen informeren die dit, uh, die dit voor, voor zich gaan zien. Dus dat, dat vond ik een heel mooi voorbeeld. Wat, ja, ik heb er namelijk ook wel eens over zitten denken. En uh, met de AVG, hè, de Algemene Verordening uh, gegevensbescherming, die vereist ook niet dat een privacy statement uh, 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 schriftelijk is, of in woord is. Ik heb er wel eens naar zitten kijken. En er is geen vereiste die zegt dat je het moet uitschrijven. Dus dan heb ik er zelf ook wel eens over na zitten denken. Of het niet mogelijk zijn om gewoon met minimaal aantal woorden en heel veel pictogrammen en plaatjes en andere dingen. En, en, eh, eigenlijk veel sneller duidelijk te maken wat er gebeurt met, eh, met persoonsgegevens. En toen vroeg ik me ook af, als je kijkt naar wat Autoriteit Persoonsgegevens eh, en die internationale werkgroepen allemaal zeggen, uh, uh, de gedetailleerdheid die gevraagd wordt, of je dat nog wel kan bevatten in beeld. En, en dat was een beetje de gedachte die ik daarbij had. Uh, hoe, hoe hebben ze dat in, in dit geval gedaan? Ja, het, uiteindelijk is het nooit. Uh... Een beeld alleen. Het is altijd een combinatie tussen beeld en tekst. En dat, dat is denk ik ook goed, goed ook. Een tekst is een heel uh, probaat middel om een, uh, om een boodschap over te brengen. Um, dus uiteindelijk hebben zij uh, uh, gebruik gemaakt van inderdaad iconen, van flowcharts. Uh, als het gaat over uh, bijvoorbeeld uh, waar komt de data terecht. En daar natuurlijk in een aantal uh, alinea's kan je dat uitleggen. Of je, je zegt oké, okay, uh, de data beweegt van de gebruiker. Naar ons en wij kunnen vervolgens die data delen met uh, onze adverteerder, ik zeg maar wat. Uh, dan kan je dat natuurlijk heel makkelijk in een, uh, in een flowchart uh, weergeven. onder uh, de zin waar dat ook staat uitgelegd. Dus je vervangt het uh, niet, het is complementair aan elkaar. Hey, je wou nog ingaan op wat andere voorbeelden voordat ik je onderbrak? Ja, een, an een, ander, uh, uh, een ander gebied waar je goed gebruik kan maken van beeld. Uh, is, in een, uh, in een, is in een procedure. Uh, rechters uh, zijn nou eenmaal uh, ontzettend druk. Uh, die worden ook overspoeld door, uh, door, door de, ja, dikke pakken papier. Uh, hebben nou eenmaal weinig tijd. Uh, dan is het enorm uh, uh, nuttig om de, zeg maar, de 30 minuten pleitijd die je hebt als advocaat zo goed mogelijk te besteden. En dan, dan kan het heel erg uh, helpen om aan de hand van één uh, een, een, een groot schema, die je gewoon op een A A0, zeg, aan de plaats van een A0 laat, uh, laat afdrukken, die neem je gewoon mee. En waarin je gewoon structureel door de argumentatie van die zaken heen loopt. Dus dan maak je eigenlijk een, uh, een, een spoorboekje van de hele zaak. Waar je gewoon niet in detail treedt, dat is, uh, dan verliest de, de tekening denk ik uh, zijn, zijn kracht. Maar echt de argumentatie over en weer weergeeft. En eigenlijk sluit dat ook aan bij hoe rechters hun vonden schrijven. Want als een rechter een vonden schrijft, dan zal hij ook op een wel uh, papier over en weer de argumenten plaatsen. Eh, uh, uh, het verweer en het argument. En vervolgens die tegenover elkaar wegstrepen om tot een conclusie te komen. Als je dat zelf al doet ter voorbereiding, is dat A heel nuttig voor jezelf, omdat je dan het verhaal goed in je hoofd hebt. En B, je geeft daarmee de rechter een, hele, een, een, een heel goede tool eigenlijk om al uh, de opzet van het vonnis uh, uh, te maken. Maar het, het feit dat een rechter jouw structuur volgt en niet de structuur van de, van de andere kant, zeg maar, van de advocaat van de andere kant, dat is ook winst, denk ik. Ja, zeker. En je moet natuurlijk uit, dat, nog wel een opmerking daarbij. Want uh, dan, dan, dat voelt een beetje als oh ja, dan, dan is het manipulatief en dan uh, wordt er met beeld gespeeld waardoor de rechter om de tuin wordt geleid dat, dat, nou ja, dat is een geluid dat, dat ik wel eens hoor en ik heb dat ook aan rechters gevraagd hè, van goh, wat vinden jullie daar eigenlijk van uh, dat advocaten dat uh, steeds meer gaan doen uh, en, en wat vinden jullie van die uh, vermeende uh, klacht over het manipuleren uh, en, en wat, wat ik dan om terughoorden te van die rechter in kwestie was, ja, weet je, met, met tekst kan je ook heel goed manipuleren. Ja. Um, en, en dat is nou precies waar wij voor zijn, om, om er doorheen te prikken. En, en mijn advies is ook wel echt <laughs> um, uh, dat als je uh, zo'n schema maakt of, of, een, of een visual inbrengt, dat je heel goed nadenkt over dat het, uh, dat het feitelijk helemaal klopt uh, en dat het aansluit bij de rest van je verhaal. Want als, als zo'n visual onderuit gaat omdat het evident geknoeid is met statistieken en met cijfertjes en noem maar op, dan, dan is natuurlijk je geloofwaardigheid wel, wel behoorlijk weg. Dat geldt natuurlijk net zo goed voor als een, als een productie niet klopt of een, of, of een andere bewering in de stukken niet waar is. Commercieel lijkt me ook wel winst te behalen. Hè? Als je gewoon iets probeert te verkopen, een product, en er zijn enthousiaste. Gesprekken tussen inkopers en verkopers. En vervolgens komt er een heel dik contract op tafel die niemand begrijpt. En dan moet het snij een jurist die het misschien ook niet helemaal begrijpt. En, 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 ik kan me voorstellen dat ook legal design, behalve winst bij de juristen, ook daar een grote, wel, wel grote slag kan slaan. Ja, dat is, uh, dat is zeker zo. Een, een contract is natuurlijk gewoon uh, een, een, niet een, een document waar je meteen heel veel energie van krijgt, uh, en uh, misschien, misschien een jurist nog. Ofwel, weet ik niet, maar een gemiddeld uh, uh, businesspersoon of salespersoon... die zal dat toch gewoon zien van, oh ja, en nu moet het juridische nog. Um, dus ik denk ook dat, uh, dat uh, het salesproces erbij gebaat is... Als, uh, als, een, uh, als het contract daar niet aan in de weg gaat staan door onnodig ingewikkeld te zijn. Um, eigenlijk een contract kan je gewoon zien als, een, uh, als niks anders dan een, een setje instructies aan de partijen. van Wie gaat wat doen? En wat gaan we doen als het misgaat? Um, uh, en ik, ik denk dat er in het opstellen van een contract en het verwoorden van een contract, het hoeft niet eens allemaal over over plaatjes te gaan per se. Het, het kan ook al gaan over gewoon de typografie uh, van zo'n document en en de, de 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 manier waarop de dingen zijn verwoord en het gebruik van definities en uh, aansluiting zoeken bij het type business waar het om gaat. Daar, daar is zoveel winst mee te behalen. Um, ja, dat, uh, dat is, ik ben het helemaal met je eens dat, uh, dat, dat uh, de, de, de sales naar goede kan komen. Hardopdenkend kan ik voorstellen dat ingewikkelde financiële structuren, waarbij minimum garanties een rol spelen. en, en uh, 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 Vergoedingen en afslagen en aftrek van kosten en weet ik wat niet wat. Dat je daar dat als je dat helemaal in woorden uitschrijft, ben je drie pagina's verder. En dat zal een salespersoon misschien niet begrijpen. En een, een, een plaatje ervan zal misschien wel meteen tot de verbeelding spreken. En, en daardoor ook makkelijker. Dat je daar ook makkelijker door ver, tot verkoop komt. Ja, ja, dat denk ik ook. Wat je, wat, wat je ook veel ziet is dat, uh, dat je in plaats van dat je zegt oké, okay, we gaan onderhandelen en uh, nou, we hebben een aantal keer gepraat en hier is het contract. En dan, is het, dan wordt het naar legal gestuurd en dan, nou ja, uh, dan duurt het nog een uh, wellicht een tijd voordat er een handtekening is. Kan je ook zeggen, oké, okay, we hebben hier een, uh, een, een, een plaat gemaakt. Die leggen we gewoon op, op tafel. En daar hebben we gewoon. Uh, in het midden van de, van de tekening hebben we de belangrijkste economische uh, 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 factoren van het contract opgeschreven en daaromheen in concentrische cirkels, zeg maar, de, de minder belangrijke dingen. En dan gaan we gewoon op die manier gaan we per punt gaan we, uh, onderhandelen over wat de uitkomst zou moeten zijn uh, voor, voor de, voor de partij. En wat een, wat een uitkomst zou kunnen zijn die voor beide partijen zou kunnen werken. En op die manier heb je denk ik een veel constructievere manier. Van praten over een toekomstige samenwerking dan het uh, uh, toesturen van, uh, van markups in, in, in Word, waarin eigenlijk elke wijziging die een partij maakt er visueel precies hetzelfde uitziet. Um, dus als voorbeeld, stel dat een advocaat een, een aantal wijzigingen aanbrengt in een forumclausule, die op zich belangrijk kunnen zijn, maar per, niet, niet per se, denk ik. Uh, super instrumenteel voor, voor het hele contract, dan ziet dat er op het oog hetzelfde uit als een, een, een prijsaanpassing. En ik geloof er heel erg in dat dat toch ook iets doet met de mens die zo'n zo document weer opent, en die ziet dat, dat het halve document weer rood is gemaakt met, met, met track changes, zeg maar, dat dat toch een bepaalde negativiteit in zo'n onderhandeling brengt. Um, dat zou je kunnen voorkomen door, door, door niet met, met redlines en markup's te gaan werken. Uh, uh, maar, maar echt de, de belangrijke terms uh, op, op een andere manier uh, uit te onderhandelen. Dan iets anders, um, en dat vind ik dan interessant. Hoe, hoe verlopen die meetings tussen juristen en uh, designers? Ik kan me voorstellen dat daar ook nog wel eens wat ruis op de lijn zit. Ja, zeker. Die, 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 bij elkaar toch een beetje. Uh, de, 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 de advocaat die, die heeft altijd geleerd om uh, compleet te zijn en alles moet erin staan. Uh, en geen ruimte voor, uh, voor twijfel, zeg maar. Uh, terwijl de designer die is veel meer opgeleid uh, met de gedachte dat het belangrijk is om ruis weg te halen uh, en uh, heel erg te focussen op de, de boodschap die moet worden overgebracht. Uh, en ja, dat, dat is natuurlijk. Uh, uh, dat, is, dat zijn interessante gesprekken, want dan, dan, zegt, uh, dan zegt een advocaat: Ja, ik vind het toch belangrijk dat we dit arrest er ook nog in zetten. Uh, en dat ze die uitzondering ook nog noemen, want anders uh, ben ik bang dat de rechter zegt dat het niet compleet is. En dan zegt de, 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 de vormgever, zegt dan, ja, kunnen we wel doen en ik snap wel dat dat completer is, maar dan ben ik bang dat de boodschap gewoon niet meer overkomt die we hier willen vertellen. Dus dat is een interessante, interessante clash en dan, dan is de kunst om toch nog ja, door, bij, een, bij een midden uit te komen dat, uh, dat voor beide kanten werkt. Hey, hoe ziet zo'n ontwerpproces eruit? Zou je ons daar doorheen kunnen leiden? Er komt de cliënt bij, die heeft een contract of die heeft een procedure. Hoe, hoe, hoe ga je dan te werk om daar um, uiteindelijk tot een goede oplossing of een visueel werk te komen? Ja, de, de eerste stap is, uh, is, is puur de analyse. Van wat, wat is hier aan de hand? Wat um, um, in het geval van een contract... Uh, uh, laten we zeggen, het voorbeeld van. We hebben altijd dit contract. maar we merken dat de sales. Uh, heel langzaam gaan. en dat het document lang blijft liggen bij legal. Nou, dan is het de eerste vraag: is dan. oké, okay, um, wat, wat zijn dan de, de, de elementen. in dit contract die zorgen voor die hiccup? Waar, waar komen er vragen over? En als dan bijvoorbeeld het antwoord is: van ja, de, de pricing. De, de Clausule over de pricing is heel ingewikkeld. En we merken gewoon dat eigenlijk onze dat wij het stiekem niet helemaal begrijpen. En dat onze potentiële nieuwe klanten het daar, daardoor ook niet heel goed begrijpen. Want wij het gewoon niet zo goed kunnen uitleggen. Uh, nou, dan heb je al een hele concrete vraag. En dan, nou, wat, wij, wat wij dan gaan doen is: dan, dan pakken we die. Uh, die clausule erbij. En denken we, oké, okay, uh, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Volgens mij, uh, nou, weet ik veel, het is een getrapt systeem. In het eerste jaar is het zoveel, het e tweede jaar is het zoveel, en het derde jaar is het zoveel. Uh, afhankelijk van het aantal uh, uh, units dat wordt afgenomen, ik zeg maar wat. Dan denk, ik, nou, dat kunnen we volgens mij heel goed in een infographic zetten. Uh, nou, dan, uh, dan maken we die. Maken we in concept een infographic van die clausule. Uh, uh, Sturen we die aan, uh, aan sales van goh, is dit, uh, werkt dit voor jou? Klopt dit volgens jou? Nou, dan uh, ja of nee, passen we het aan. En vervolgens kunnen we verzinnen van oké, okay, misschien is het, uh, is het een idee om uh, in het contract zelf uh, bijvoorbeeld uh, onder die clausule ook deze infographic in te voegen, standaard. Uh, eh, dan heb je die er gewoon altijd bij. En uh, als het toch zo'n belangrijk element is van het contract, kunnen we dit ook in een. Uh, gewoon in een los document zetten... wat je uh, gewoon tijdens het praten over het contract erbij kan hebben. Dus dan kan je dit gewoon in het, uh, uh, op tafel leggen... en zeggen nou zo ziet de pricing eruit mocht je er vragen over hebben. Ja, dus dan zou je eigenlijk in dit geval wel met twee lagen werken. Hè? Dan werk je met een juridische laag of een, 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 een verwoorde laag... en eigenlijk een visuele laag eroverheen... die al dan niet onderdeel is van het contract... maar die eigenlijk het uitlegt wat er in het contract staat. Ja, precies. Dus je hebt uh, inderdaad, een, een, je kan een visual... In het contract zetten, of je kan een visual over het contract maken. Ik zie dat de tijd heel hard gaat. Misschien, <laughs> nog, een laat, misschien nog een laatste vraag. Ja. Um, als je als advocaat of jurist wat, be wat bewuster zou willen zijn van vormgevingen. Uh, hoe zou je daarmee kunnen starten? Een gouden tip. Ja, um, eigenlijk wat ik, wat ik veel merk, is dat advocaten uh, uh, zeggen, ja, ik kan, niet, kan helemaal niet tekenen. Uh, dus de, 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 er is een bepaalde angst dat het niet mooi genoeg is. En uh, ik, ik zou zeggen, als, als tip, uh, Pictionary win je ook niet door uh, zo mooi mogelijk te tekenen. Je, je, je wint het als het uh, functioneel is en als de mensen snappen wat je hebt getekend. Dus uh, wees niet bang om gewoon uh, kleine, makkelijke, snelle tekeningetjes te maken op, uh, op het whiteboard tijdens een meeting. Uh, op, je maakt er een foto van en je plakt hem in je e-mail. Uh, daar is je klant enorm mee geholpen. Uh, en uh, ga er gewoon mee experimenteren. Het gaat, niet om het, uh, het gaat niet om mooi of lelijk, het gaat om functioneel. Dus dat is, uh, dat is mijn tip. Mooi zo. Die hebben we mee. Uh, dankjewel, uh, Maurits. Uh, ik, uh, ik heb toch een stuk van geleerd. Ik, zal, ik ben er toch weer van bewuster in mijn werk, merk ik mee uh, bezig om, uh, om dit op te pakken. En ik hoop dat, uh, dat meer mensen dat zullen doen. Nou, hartstikke leuk, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar About Law. Wij zijn altijd benieuwd naar je mening over onze podcast. Dus laat vooral een bericht achter op LinkedIn of plaats een bericht op onze website of stuur een e-mail naar Bob@AboutLaw.nl. En doe dat vooral ook als je een tip hebt voor een onderwerp. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Bob Rietjens, en de producer van de podcast is Kazani Dabiran. Sam Williams is de sound engineer en de muziek is afkomstig van Peter van Eenbergen. Tot de volgende keer.